Een hele goede morgen, super leuk jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik heb net beneden de honden weer brokjes gegeven. Kijk ze allemaal aan het eten. Heerlijk. Het is nu 6:30. Om 6:00 ging mijn wekker. Ik moet over een 30 minuten vertrekken naar mijn examen. Voor de opleiding rijinstructeur. Ik ben al 2 keer voor deze toets gezakt. Die ik vandaag voor de 3e keer ga proberen. Dus ik dacht, ik neem jullie gezelliger in mee. Ik denk niet dat jullie mij zien. Even kijken. Yes, ik zit in de auto. En mijn jas lag nog in de auto. Ik had gisteren te warm toen we de honden gingen uitlaten in het park. Dat hebben jullie gisteren in de vlog kunnen zien. Was het wel best wel warm, dus ik had mijn jas uitgedaan en in de auto laten liggen. Dus nu heb ik de hele kachel op z'n allen koud staan. Oh. Even mijn jas aan doen en dan ga ik rijden naar mijn examen, jongens. Oh, je ziet hoe donker het nog is. Het is nu 7:15. Oh, nou, dan ga ik, jongens. Ik moet het echt halen, jongens. Echt waar, kom. We gaan ervoor. Yes, ik zie jullie weer als ik daar ben. Yes. Zijn ze alle twee op school? Ja. Oh, super. Oké. Mooi. Ik kom om 2:00. Arie gaat naar feestjes. We moeten omkleden en een cadeautje brengen. Dan neem ik de spullen mee. Oh ja, is goed. Heeft geen haast. Oh, nee, ik ben zonder auto. Dus anders moet je mij even komen ophalen om 2:00. Oh, dat kan ook. Oké, bye. Het heeft ook geen haast, die spullen, hoor. Ja, wel, als switch. Oh ja. Doei. Oké, jongens, mijn examen heb ik gedaan. Ik heb hem echt net gemaakt. En als je me vraagt hoe ging het, ja, super goed. Maar dat zei ik de afgelopen 2 keer ook. Als je de afgelopen 2 keer me zou vragen en geslaagd, zou ik zeggen ja. Toen zei ik ook ja, ging echt goed, echt makkelijk. Dus dat zeg ik nu ook. Ging echt heel goed. Ik zal kijken of ik de mail binnen heb. Volgens mij duurt ze zijn 1/4 tot 1/2 uurtje tot je de uitslag via de mail binnen hebt. Zal ik even kijken? Nee, nog niet. Nee, het is echt net 5 minuten geleden. Ze zei 1/4, 1/2 uurtje duurt het ongeveer. Ik bel net mijn zus om te kijken of het goed met de kindjes ging, maar dat ging het gelukkig. En dan ga ik nu naar huis rijden. En als ik thuis ben, heb ik de uitslag. Denk in de auto al. Oh mijn god, ik wil het echt hebben gehaald, jongens. Ik wil het echt hebben gehaald. Het was druk. Er waren echt heel veel mensen dit keer in het examen. Maar ik was al voor de 3e keer. Dus ik weet hoe alles gaat. Ik ken het allemaal. Laat mij maar eerst. Ik weet hoe alles werkt. 3e keer, jongens. Nou ja, dan moet ik zo meteen de kindjes ophalen bij school. Eerst naar mijn zus, want daar liggen natuurlijk die slaapspullen van Jay, dat zei ze net. Dus die moet ik even ophalen bij mijn zus. En dan haal ik kindje bij school. Moesten we dan nog wat doen? Ik moest even langs mijn moeder boodschappen bestellen voor Pasen. We gaan Pasen vieren bij mijn oma thuis. Met z'n allen, dus dan moest ik even helpen met boodschappen bestellen online. Mijn moeder en oma weten niet zo goed hoe dat werkt natuurlijk. Dus ik zou daar even bij helpen, dat zou ik ook nog vandaag doen. Maar ik moet eerst weten of ik geslaagd ben of niet. Ik denk het echt wel. Jawel, moet wel. Het zijn 60 vragen. En je mag 18 fout hebben. Het klinkt veel 18 fout, maar blijkbaar. Volgens mij had ik de eerste keer 25 fout. En toen 23 of 22 toen. 22 fout. Ja, dus net niet gehaald toen de tweede keer. Ja, ik wil eigenlijk gewoon wachten tot ik mijn uitslag heb voordat ik ga rijden. Maar of dat goed is, weet ik ook niet. Kom op, geef die mail. Als ik geslaagd ben. Als ik niet geslaagd ben, hoef je het niet te geven. Dan wil ik het niet weten. Kom op, ik wil het weten. Als ik geslaagd ben. Ik hoop het echt, jongens. Ik hoop het echt. Ik ging nu alle vragen maken, beantwoorden.
toen ik klaar... Normaal doe ik dan klaar, afsluiten, doei. En nu ben ik alle vragen nog een keer teruggegaan. Want zeg altijd, doe dat niet. Die eerste antwoord moet je laten. Ga niet terug en dan nog switchen. Want dan kan je iets wat je goed had geantwoord, fout beantwoorden. Maar ik heb dat al twee keer dus niet gedaan. Teruggaan naar alle vragen. En ik haal het al twee keer niet. Dus ik ben nu teruggegaan, toen ik alle 60 vragen had gedaan, ben ik teruggegaan naar alle 60 vragen, één voor één. Ja, ik heb best wel veel nog veranderd. Maar ik dacht, ja, ik kan het wel weer niet doen. Maar de afgelopen twee keer werkte dat niet. Dus misschien werkt het wel voor mij. Dus ik had ze alle 60 ingevuld, allemaal teruggegaan. En een paar, best wel veel had ik nog gewijzigd. Ja, kijk, je kan kiezen uit drie antwoorden, A, B of C. En eentje is het altijd gelijk niet. Dat weet je. Je leest het en denk je, oké, nee, dit slaat nergens op. Maar die andere twee liggen heel dicht bij elkaar. Zo dicht op elkaar. Dat je gewoon twijfelt. Denk je, ja, het kan alle twee. Alle twee is eigenlijk prima. Dus, ja. Dat is een beetje stom. Dan gok je eerst die en dan ga ik terug. En dan denk ik, nee, ik gok toch die andere. Oh mijn god. Ja. Sommige vragen waren ook echt simpel. Heb ik een voorbeeld? Ja, ik doe dus de opleiding rijinstructeur, hè. Dus dan vragen ze waarmee... Dat was de makkelijkste vraag. Waarmee verliest de leerling, dus die rijles heeft, tijd? Waarmee verliest die tijd? Als je gaat tanken, als je gaat naar de wasstraat gaat... Of... Ik weet niet, dat was sowieso niet, zeg maar. Dat had je echt nodig voor de rijles. Dan tanken... Is eigenlijk ook zonde van de tijd. Want je wilt lessen, je wilt niet leren tanken. Maar oké, dan kan de leerling nog meekijken hoe moet je tanken. Dan kan je zeg maar zogenaamd leren hoe tanken. Terwijl je gewoon moest tanken eigenlijk al. Maar de wasstraat, daar gaat de leerling niks van leren. Je zet je auto erin klaar. Dus dat was echt een makkelijke vraag. Dus het was gewoon natuurlijk de wasstraat. Daar leert hij helemaal niks van. Nog steeds niks binnen. Ik wacht nog een paar minuten en anders ga ik rijden en dan zie ik het thuis wel. Echt, het regent heel hard. Vorige keer toen ik het examen had, regent het ook heel hard. En nu gewoon weer. Heel apart. Maar oké. Okay. Gisteravond had ik trouwens nog mijn zus gebeld. Dat Jaden bleef maar huilen. Die mama, waar mama. Ze zijn niet gewend om iemand anders te slapen. Dat doen ze echt maar heel weinig. Als ze het al doen. Maar hij heeft toch doorgezet, vanmorgen belde ik en was het leuk? Zei hij, nee, het was niet leuk. Toen ik voordat ik het examen inging, belde ik nog even daar. Ik moest eigenlijk leren, maar ik dacht, ik bel nog even snel. Het was leuk? Nee, het was niet leuk. Hij is dat gewoon niet gewend. Hij wil gewoon altijd bij mama. En Zoomé is gewoon makkelijk daarin. Want ik zei, mag ik Zoomé ook even spreken? Zoomé heeft te druk. Zoomé heeft geen tijd om te bellen. Dus. Nou ja, oké, ik ga denk ik rijden. Kijk nog één keer of ik de mail niet binnen heb. Nog 6 minuten aan het filmen, jongens. Jullie hebben al 6 minuten naar mij gepraat. Nee, dat is echt niet binnen. Oké, dan ga ik rijden. Zie ik het thuis wel. Oké, ik ben nog wel aan het autorijden. Ik ben nog wel onderweg. Maar ik heb de uitslag binnen in mijn mail. Maar ik heb het nog niet geopend. Maar ik heb buikpijn er gewoon van heb. Ik voel het gewoon helemaal in mijn buik. Oh my god, ik durf niet te openen. Echt niet. Oh, ik heb buikpijn. Echt, mijn hart gaat tekeren. Ik open de mail, maar dan zie ik nog niks. Moet ik even het document openen. Maar ik moet ook opletten, want ik ben gewoon nog aan het autorijden, jongens. Ik weet dat dit eigenlijk niet mag, maar... Kijken. Ik druk erop. Hij is aan het laden. Zakt. Alweer. Nee jongen, het is de derde keer dat ik zak. Ja, ik snap het niet. Gewoon weer gezakt. Het is de derde keer. Fout had ik. Fouten. Hij mag 18. Jeetje. Twee fouten te veel.
Zo, ben weer thuis met de puppy's. Het is wel verbalen, maar oké, jongens. Ik heb het tenminste gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Dus, ik ga de puppy's laten zien aan jullie. En laat ze slapen nog. Oh, nu worden ze wakker. Hi, puppy's. Hi, puppy's. Zo, dan ga ik nu mijn eerste kopje thee maken. Even lekker rustig bijkomen. En dan, dit was de derde keer dat ik het gedaan heb en de derde keer gezakt. Dus ik zit nu wel echt serieus te twijfelen van, gaan we doorleren en nog een keer? Of zeggen we, oké, dit past blijkbaar niet bij me. We houden hiermee op. We gaan iets anders zoeken wat wel bij me past en wat ik wel kan. Auw, niet in mijn keel. Ik ga er even over nadenken. Moet ik opgeven, jongens? Of zeggen jullie leer nog een keer? We gaan voor de vierde keer. Maar het is niet het enige examen die ik nog moet halen. Ik moet nog drie examens hierna. Als ik daar ook zo lang over ga doen als over deze, weet ik niet of het heel verstandig is om door te gaan. Nou, ik hou jullie op de hoogte, jongens. Van dit avontuur. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, voor het meeduimen en meedenken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren, want dan zie je ons morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen.